de tijdelijkheid van mijn projecten is natuurlijk altijd een gegeven. Hè? Dat is een constante. En wat er aan mijn architectonische installatie vooraf gegaan is en wat er op volgt, dat is op elke plek anders geweest. Hè? Zoals hier, ik heb nog nooit in een voormalige sexshop annex duiventil gewerkt. Weet je wel, maar de tijdelijkheid, dat is wel een permanente factor die altijd terugkomt. En dat vind ik ook wel een mooi gegeven. Het is een evenement waar je bij bent geweest of wat je gemist hebt. En dat het daarna tegen de vlakte gaat, vind ik wel zelf een mooi idee. Als museum bewegen we heen en weer op de schaal tussen heden en verleden. Dus we kijken vanuit het heden naar het verleden. Maar we zoeken ook inspiratie in het verleden. En voor ons is het dus heel logisch om die vier panden, die straks gesloopt gaan worden voor de nieuwbouw, om te kijken hoe we daar een soort van historisch eerbetoon aan kunnen brengen. Die gaat er helemaal uit. Die muur? Deze gaat er ook helemaal uit. Oké. Okay. Ja, ook. Boven ook eruit. Die blub die komt van de rand van de balkon. Gaat die naar de twee dakjes. Tot hoe ver gaat het eruit? Deze hele muur gaat eruit. Behalve bij die twee ramen. Ja. Nee. Ja, dus we moeten een mooie vorm maken vandaar. Ja. Tot de rand van het balkon. Marjan is gewoon ook echt een hele goede kunstenaar. Want wat ik heel knap vind, is dat ze dat, je hebt dat gebouw, ze fileert dat, ze bouwt het opnieuw op. Ze zit onder het stof, ze is alleen maar aan het werk daarin. En dan uiteindelijk zie je de foto's die zij daarvan heeft gemaakt. En wat ik heel knap vind, is dat je dus bij het bouwen van die nieuwe installatie uit al die onderdelen al kunt voorzien hoe dat straks gaat werken op wat het eigenlijke eindresultaat is, die foto. En dat kan zij fenomenaal goed. Eigenlijk in de eenvoud toont zich de meester. Hoe complex de installaties ook zijn, uiteindelijk is het beeld bijna meditatief. En gaat het heel erg over de onregelmatige regelmaat. Dus de ordening van chaos in een onregelmatige regelmaat. En daarin doet haar werk bijvoorbeeld ook denken aan dat van Jan Schoonhoven. Of van Ad Reinhardt. Tegelijkertijd. Het is onmiskenbaar. Marjan Theeuwen. Dit zijn oude baksteentjes uit 1611. Deze twee woningjes zijn uit 1611. Waarschijnlijk zijn ze handgebakken op de locatie. Soms zijn ze helemaal uitgeglazuurd. Misschien door het vocht of gewoon voor vier eeuwen. Maar ze zijn prachtig van vorm en van kleur. Elk steentje is anders. Thank you.
gelukkig handschoenen aan, maar ik vind het wel heel vies. Hè, toch? Ah ja, hoe laat is het? We hebben al pauze. Ja, het is 12 uur geweest. Oh, dan gaan we pauzeren. Eerst pauzeren? Ja. Wat uithalen, Teun, want ik heb ze eigenlijk meteen nodig. Oh, ik weet echt niet of ik slaag. Ik heb het zo bedacht en ik sta achter mijn concepten. Maar ik bedoel, een schilderij kan na 3 maanden ook mislukken. Of na een half jaar. Dat weet je gewoon echt niet. Misschien is het wel. Ja, het kan alles zijn. Je weet het gewoon echt niet. Of het goed is. Nu kan ik blij zijn met details, of details veranderen, of een beetje aanpassen. Maar of het beeld echt gaat staan, dat zie je pas op het eind. En dan is het ja of nee. Volgens mij ook niks ertussen. Thank you.
toch zou ik hem gewoon iets korter willen maken. Dus ik zou deze er graag af willen. En dan gaat hij nog... Ja, dat die balken een beetje op hetzelfde niveau komen te liggen, zeg maar. Er moet een klein beetje op. Ja, maar die hebben het echt ook nooit bezaloop te gaan, hè? Nee, dat weet ik wel. Nee, ik ben nu naast de chaos die er is... ook een beetje orde aanbrengen. Hij staat wel in dezelfde lijn, hoor. Nee, deze is lager, hè. Deze, de lijn is inderdaad hetzelfde. Maar deze is iets verder naar achteren, hè. Ja. En ik wil hem graag vrij hebben hangen. Misschien moeten we gewoon nog een stukje van de vloer afzagen. Hij heeft net iets meer ruimte nodig. Het is toch gesloten. Dit is heel mooi open allemaal, hè. Nee, nu is het te gevaarlijk, maar het kan nog wel later. Ik heb hier tegenaan kunnen zetten. Die balk van hieruit.